Er gebeuren zulke rare dingen in Epe op dit moment. Daar zijn gewoon geen woorden meer voor. Iedereen moet het weten. Decennia lang is Van Barneveld al uitbater van de kiosk. Maar nu heeft de gemeente andere plannen en moet hij weg. Terwijl de kiosk zijn lust en zijn leven is. Het is een soort kindje. Een soort geborgen gevoel heb je hier. En ja, je voelt je prettig gewoon tussen de natuur en de dieren en alles. Volgens eigen zeggen hebben de rechtszaken hem al een ton gekost. Maar geholpen heeft het nog niet. Misschien komen ze morgen al zijn boeltje slopen. Maandag. Of mogelijk vlak daarna. En dan ja, denk ik dat er of met een bulldozer of met ander groot materieel alles tegen de vlakte gaat. Ook de klanten kunnen er met hun pet niet bij. Sommigen komen al van kinds af aan bij de kiosk. Toen ik al zo was, kwam ik hier al om ijs te halen. 'S morgens met mijn ouders ijsje halen. En dat het nu weggaat en weg moet en dat er nog niks voor terug is. Belachelijk. Mensen die zijn hier als kind zijn ze hier gekomen. Later komen ze weer met de kleinkinderen hier. En het is gewoon ontzettend jammer. Overigens laat Van Barneveld het er nog steeds niet bij zitten. Morgenochtend doet hij nog een laatste poging om met het gemeentebestuur in gesprek te komen. Ik ga wel door met de strijd. Want ik kan me dus niet voorstellen dat de hele politiek hier in Epe achter dit besluit staat. Ik heb een vermoeden dat er een machtsspelletje gespeeld wordt. En dat klopt niet. Dan moet gewoon tegen geageerd worden.